Goedemorgen, wij zijn wakker en heb je een lekker ontbijtje. Oh, wacht, het slaatje. En vandaag hebben we op de planning eerst even bodyfix zometeen en dan later vandaag thuis werken en langs een kinderopvang. Oh ja, en ik moet langs de dokter, dus door. Oké, tijd voor een overheerlijke bodyfix massage. Ah, can't wait. En daar jongens, dit zijn trouwens de handdoeken. Wacht, waar staat het merk? Dit is het merk heel veel vroeger naar niet gesponsord. Rip uit mijn life, maar nieuw-eco.nl. Daar heb ik zo besteld. Zo. Oké, okay, lunchtime. Restjes van de Turkse smeersel. En de Turkse rijst. Oké, vlog af. Zo, even naar de huisarts. Ik heb een lijstje voor ons gemaakt voor zometeen als we dus bij die kinderopvang gaan kijken. En ik dacht, misschien is het handig voor anderen om, I don't know, misschien vind je het interessant. Dingen waar ik op ga letten bij de opvang zometeen. Want als je dus een kijkje gaat nemen bij een kinderopvang, elke kinderopvang is anders. Dingen waar wij op gaan letten, we hebben het er al over gehad hoor, uitgebreid. Mijn nummer 1. Dit is echt mijn nummer 1 tip aan iedereen. Als je naar een opvang gaat, vraag hoe vaak er invalkrachten zijn en hoe vaak er gewisseld wordt van personeel. Dat is zo... Ja, ik vind dat gewoon belangrijk om te weten. Heb je altijd een vaste lijster? Zijn er vaste lijsters die al jarenlang er werken? Of is het altijd een wisselwerking van mensen met heel veel invalkrachten? Je wil eigenlijk het liefst dat er niet te veel invalkrachten zijn. Het klinkt gek, want ik heb zelf jarenlang als invalkracht gewerkt. Maar daarom, ik weet hoe het is. Soms kom je op een groep. Je hebt geen idee. Je weet de naam van de kinderen niet. Je weet niet, weet je, dus... Je doet je best, maar het is ook niet erg als er invalkrachten zijn. En zeker, weet je, als het een locatie is die heel druk is en steeds drukker, ja, dan kan het gebeuren. Maar het is wel even een dingetje waar je op moet letten. Van, hebben jullie constant invalkrachten of hebben jullie altijd dezelfde mensen die er werken? En of het ook gediplomeerde invalkrachten zijn, dat is ook een ding. Want je moet bepaalde papieren hebben, je moet verklaren omtrent goed gedrag hebben, dat soort dingen. Maar zijn dit mensen die hun diploma al hebben of bijna hebben? Of werken ze veel met stagiaires? Niks met stagiaires, maar... Er zijn wel bepaalde regels van hoeveel kindjes mogen er op een groep. En dat je bijvoorbeeld de stagiaire niet alleen laat op een groep. En nou ja, dat soort dingen. Dus dat is zeker iets wat ik zou vragen als ik zou kijken. Dan wat voor ons heel belangrijk is, deurbeleid en privacy. In hoeverre mogen mensen zomaar naar binnen of een kind ophalen of... Stel iemand komt en zegt, oh ja, ik ben de achteroom van het kind, kom er even halen. Natuurlijk, daar zijn altijd ook weer regels voor bij centra. Echt alle centra waar ik heb gewerkt was altijd dat je of de naam was geregistreerd van diegene, of er is gebeld door een ouder of zo. Maar wat is hun beleid daarin? Wat is jullie regel? Als wij afspreken dat alleen wij twee het kind mogen halen, maakt niet uit wie er staat, alleen wij mogen dat. Hoe gaan zij daar dan mee om, zeg maar? Maar ook, en privacy, ja, wij zitten natuurlijk... In hoeverre wordt er zeg maar, bijvoorbeeld een foto van de groep gedeeld op social media of een leidster die een story maakt met een kindje. Want bijvoorbeeld in ons geval is dat echt heel belangrijk. Stel en voordat er constant foto's verschijnen op Facebook en weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment hebben mensen door dat ons kindje bij die opvang zit en dan staan er straks mensen voor de deur te wachten. En ik weet dat jullie dat niet doen, maar er zijn mensen die zo kunnen zijn. En al dan niet voor het kind, wat echt een hele enge gedachte is, maar al dan is het voor ons, weet je, of iets. En dat is voor ons natuurlijk wel een beetje een dingetje. Dat wil je niet zo, dat iemand naar je privé... dingetje toekomt. Dus ik weet dat heel veel willen hun kind niet op social media en zo. En het is natuurlijk wat anders dan dat wij kind delen of dat een opvang deelt waardoor iedereen weet bij welke opvang je kind zit. Oké? Dus dat is iets waar je rekening mee kan houden. En verder verticale en horizontale groepen. Je hebt dus verschil in type groepen. Horizontale groepen zijn bijvoorbeeld babytjes van 0 tot 2 in één groep en van 2 tot 4. Of 2,5 tot 4. Of verschillende leeftijden, zeg maar. Een verticale groep is van 0 tot 4 op één groep. Dat is heel anders dan een babygroep, peutergroep. Mijn voorkeur gaat uit naar gewoon horizontale groep. Want van 0 tot 4... Ja, ik zou zeggen, google het even. Want dan zie je zeg maar wat voordelen en nadelen ervan zijn. Maar wat ik altijd zelf een beetje nadelig vond... is dat er soms niet echt een balans is. Dus dan merk je dat er bijvoorbeeld heel veel baby's zijn en één peuter. En is het zeg maar balans in de groep weer, soort van. Maar dat is... kan ook zijn voordelen hebben, want ze leren ook weer van elkaar. Het is maar wat je zelf fijn vindt. Maar de voorkeur gaat uit naar horizontale groep, dus dat. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar wij op letten. Er zijn ook heel veel mensen die heel erg met voeding en zo bezig zijn. Die zeggen van, ik wil graag dat alles gestoomd is of weet ik veel, dat soort dingen. En dan moet je echt gaan kijken bij bepaalde centra. Die zijn bijvoorbeeld, er zijn kinderopvangcentra die uitsluitend groenten stomen en geven als maaltijd. En anderen doen alleen maar lekker boterhammen. Nou, dat is fout. Dat maakt ons niet zo heel veel uit. En ook, wij willen ook heel graag gewoon opvang met allerlei soorten kindjes door elkaar, gemixt, alles. Dat wil ik ook qua basisschool en zo. Dus dat is dan ook nog een soort van, vind ik juist belangrijk. Dat allerlei soorten mensen komen. Ja, dus dat. Misschien heeft iemand er wat aan. Misschien niet, I don't know. Anyway, dat gaan we vanmiddag eventjes allemaal checken bij die opvang waar we gaan kijken.
even een sapje. Nam, 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 nam. We zijn nog even een drankje doen. Nog even een drankje. Jongens, echt super grappig. Hoodmaps.com en dan je stad invoeren. En dan wat mensen schrijven over elke wijk. Het is echt zo grappig. Oké, we zijn onderweg naar huis. Het is al donker en laat, 6:30 alweer. Het is al 6:30. Gedronken, we hebben lekker gewandeld. Zo. Oef, ja. Ja. Meegegaan. Ja. Ja. Wij gaan eten. Ik heb gekookt. Jam, jam. Wat gebeurt hier? Ik weet het niet, maar ze liggen ineens samen op me. Zijn ze in één keer bij komen zitten? Liggen. Tegen hem en jou, hoor. Ja. Ja, nu weer zit ze me aan te kijken. Ze zit stoer te doen, jongen. Hij denkt, laat maar. Nee. Ja, maar ze doet het echt heel tof. Ze is aan het uitdagen. Kindertjes. Ze is aan het spinnen. Oh. Dat is echt heel lief. Lieve kindertje. Kijk nou, dat is echt een zin. Nou zeg. Liggen ze dan met z'n 3,5? Daar is de half. De manier zit er met de reet tegen. Dat is leuk. Oh, we hebben net de Circle uitgekeken. Het is zo good. Ja, ik ben nu erin. Oh, het is echt fantastisch. Googlen. Zo leuk. Niet googlen, want dan kom je misschien spoilers tegen. Nee, dat willen we niet. Want alles staat al op Netflix, maar het is... Oh, ik ga je laten zien wat het is. Dit is The Circle. Dus zoek op Netflix, The Circle. Dus allemaal mensen die samen, die in allemaal een eigen appartement zitten met elkaar alleen kunnen chatten. En dan weet je niet wie echt is en wie nep en zo. Nou, het is echt fantastisch. Superleuk. Oké, wij gaan slapen. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen.